Goed, we kennen haar van, het succesvolle Belgische modelabel Essentiel, dat ze samen met haar man oprichtte. Maar haar nieuwste collectie is er een met een boodschap van veilige seks. Inge Onsea. Ja, Inge, kom erbij. Je ziet er geweldig uit. Dank jullie. In een eigen creatie. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Komt die uit die nieuwe collectie? Nee, komt niet uit die. Ah, die komt zelfs niet uit die nieuwe collectie. Ik had eigenlijk niet zo'n zin om in een kanten catsuit naar hier te komen. Oh, dat is een gemiste kans. En niet alleen mannen van Ryan. Ja, dat wel. Ja. Het is een collectie die je hebt gemaakt voor DAA, Designers Against AIDS. Dat is een internationale organisatie. Ja, van Ninette Murk. Een fantastische dame die er al jaren mee bezig is. Ja. En die heeft mij gecontacteerd ongeveer 6 maanden geleden. En ik was er direct voor te vinden. Ik vond dat fantastisch. Dat kan ik geloven. Ja. En hoe komen ze bij jou? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar nee. Wie, aan welke andere mensen hebben ze dat bijvoorbeeld nog al gevraagd? Die hebben dat met H&M gedaan, heel lang geleden. Met Marc Jacobs hebben ze dat gedaan. Ja, verschillende internationale ketens. Ja, maar ze vragen dus blijkbaar ook artiesten en sterren om zo'n kledinglijn te ontwerpen. Waarom komen ze? Ja, wat hebben die eigenlijk te maken? Ooit aan mij zelfs nog gevraagd. Nee. Echt? Serieus? Ja, maar die Ninette Murk is daar al heel erg lang mee bezig. En ik weet niet meer wat ik toen ontworpen heb. Een condoom of zo. Ah, ja, ook. Je hebt het wel gedaan. Ik heb het nog altijd aan. Een condoom. Laat zien. Ja. En de bedoeling is om ja, wat wil je in de verf zetten? Oh, ik denk wat Ninette heel belangrijk vindt, is om AIDS in de kijker te zetten voor jonge mensen. Het gaat tenslotte toch over jonge mensen. En ik denk dat dat alleen kan door mode, kunst, muziek. Ja. En dat is wat hij jaren doet. En dat is eigenlijk fantastisch. Omdat AIDS als ziekte wat ondergesneden is. Maar het is ongelooflijk. Er wordt niet meer over gepraat, over AIDS. Ik weet, in de jaren 80, 90... Ja. Ik seksueel actief wordt, onze jaren, was dat echt wel een big issue. Iedereen praatte over AIDS. Ik weet nog dat ik er echt wel heel veel bang van had. Het was echt iets waar we allemaal wel mee bezig waren. Ja. En nu niet meer. En die ziekte is echt niet weg. En het aantal AIDS-gevallen en HIV besmette mensen, dat gaat nog altijd naar boven. Dus daar moet echt terug over gepraat worden. Ja, vandaar die collectie. Ja. Merk je ook, je hebt opgeruimde tieners. Ja, die hebben geen... Ik denk dat wat dat betreft de tijden veranderd zijn. Ik ben opgevoed door een dolomina die met mij naar het badkamerkastje ging toen ik 14 was. Maar mijn broer was 16 en het moest op hetzelfde moment gebeuren. En ze zei, kijk jongens, hier liggen ze. En ik heb ze niet geteld. En dat vond ik cool. Ik ben toen later condoomdealer zelfs geworden. Dealer? Op mijn school. Voor de jongens van jouw leeftijd. Ja, voor dat. En, die zo geen toffe moeder had. Voilà. En het grappige is, ik heb nu ongeveer op dezelfde leeftijd, alhoewel ik vond, anders lijkt er zo'n prestatiedrang ook al aan verbonden te zijn. Maar ik zei ook van, jongens, hier liggen ze en ik heb ze niet geteld en zal ze ook niet tellen. Ja. En, goed, dus ik weet niet dan vraag ik me af. Zijn. Je hebt een condoom ontworpen, maar als je kleding ontwerpt... We hebben ook condomen ontworpen nu. Proficiat. Ja, die horen er ook bij. Ja, die maar hoe ook probeer bij. Je dan in een kledinglijn een boodschap mee te geven van veilige seks? Goh, voor ons was het eigenlijk makkelijk. Als wij een samenwerking met iemand doen, wordt het creëren van een collectie veel makkelijker. Want je kan echt naar iets toewerken. En dat is een nieuwe wind ook in een collectie, dus dat is echt heel wel leuk. En wij hebben ons echt geïnspireerd op de jaren 90, het hoogtepunt van het AIDS. De Voggers. Hoogtepunt. Toen eigenlijk wel. We hebben hier twee modellen meegebracht, ja. Die iets uit die collectie hebben Sophie en Lauren. Voilà. Sophie en Lauren. Lauren, die herken ik precies wel van ergens. Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Ja? Van waar? Zeg het dan ook. Okay. Van Lynn? Van Wezenbeek? Ja. Maar vertel even verder, Inge. Dit is dus de 90s. Ja, de 90s. De clubwear 90s. Dat is echt daar gingen de meisjes in de jaren 90 mee uit. Lauren heeft een body aan. Dat wordt ook niet meer veel gebruikt. Dus een body. En echt de bodycon dresses. Wat wij heel belangrijk vonden, is, het gaat ook weer over het goed. Wij willen ook niet een negatieve boodschap met AIDS brengen. Wij vinden dat AIDS en seks hebben iets goed in je lichaam voelen. Ja. Dat merk ik aan het campagnefilmpje dat ik gezien heb. Daar voer je ook modellen op met
alle maten en gewichten. Ja, wij vonden het heel belangrijk om geen typisch model te gebruiken met een maat 36 of een maat 34, maar echte mensen, voilà. Echte mensen, ronde mensen ook. Verschillende types van vrouwen. En er is één meisje dat het hoofd was van de campagne, AJ, Anne-Sophie. En die heeft absoluut een 42, maar die voelt daar wel fantastisch in haar lijf. Ik weet nog dat die de stuks kwam doorpassen. Die kwam in mijn bureau. Ik zeg, ja, je kan het daar passen. Oh, is geen probleem, zei hij. Oeps. Mm-hmm. En die ging helemaal bloot. Ja. Dus dat vind ik fantastisch. Maar waarom doe je dat dan niet altijd, Inge? Zulke modellen gebruiken? Goh, omdat er is een groot probleem met de samples van de kleren. Als wij eerste proto's maken, dat is altijd in een 36. Mm. Jammer. Maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan. Maar zeker. Omdat je voelt de druk overal, langs alle kanten. Dus ik ben ervan overtuigd. En wat meer en meer belangrijker wordt, is mensen die zich goed voelen in hun vel. Dat is het uiteindelijk. De film draait daarom, de kleding draait daarom, mijn boeken draaien daarom. Dus we gaan in die richting. Ja, er is een hele grote evolutie. Je ziet nu op de modeshows, de internationale modeshows, dat er meer en meer meisjes met een iets grotere maat. Ja. Heb je zelf een band, en dan zal het ook een negatieve band zijn, met AIDS? Oh, ik heb toch veel vrienden verloren aan AIDS. Ja. Toch wel, ja. In de jaren 90, de papa van mijn eerste vriendje is gestorven aan AIDS. Ik heb een heel goede vriend nu die HIV-besmet is. Mm-hmm. En het is echt nog niet oké. Iedereen denkt, oh, AIDS is te genezen. Dat is te genezen, maar dat zijn zware medicijnen die je moet nemen. Dus echt... Maar het is wel meer behandelbaar dan... Ja, maar als je die pillen niet neemt, sterf je toch. Ja. Dus het is echt nog wel een ziekte. En ik vind dat er nog een enorme taboe is, want we hebben dus... condomen gemaakt. En ik had tegen alle verkoopsters gezegd, als jullie iets verkopen, geef een condoom. En die waren echt van, nee, Dana, dat kunnen wij nu toch niet doen. Dus we zijn in 2016, mensen. En stoort je dat dan, mensen, als ze dat zeggen? Goh, toch een beetje. Ik begrijp dat eigenlijk niet goed. Ik heb gisteren bijvoorbeeld met mijn zoon van 12 gepraat. Ik zeg, ik moet morgen over AIDS gaan praten en over condomen. Die was volledig mee. Die wist al dat ik dacht dat ik iets nieuws ging vertellen, maar dat is absoluut niet waar. Ja, die heeft de condooms door. Dus ja, dat wordt het thuis waarschijnlijk in. Gebreien. Ja. Vooral vind ik leuk en ik ga ze niet tellen. Ja. Dat vind ik de leukste. En de opbrengst die gaat dan natuurlijk naar Designers Against AIDS. Ja, goed. Heel erg bedankt. Inge Onsea, dankjewel. Ja.